We gaan weer afscheid nemen van een democratie. Dat is nooit leuk, dat is pijnlijk zelfs, want er zijn er in de wereld maar 76 democratieën. Hier branden ze in volle glorie. Dus als je er eentje moet uitblazen, dan is dat altijd verdrietig. Maar toch dreigt het te gaan gebeuren voor de democratie in Hongkong. Political tensions are on the rise again in Hong Kong. All of the city's pro-democracy lawmakers say they will resign. The walkout is a protest against four of their colleagues being disqualified from the Legislative Council. Ja, in Hong Kong is deze week de hele oppositie opgestapt omdat vier parlementsleden zijn ontslagen door de regering. Dat kan daar dus. Bij ons kan het parlement de regering naar huis sturen, maar daar is dat dus andersom. Alsof Rutte kan zeggen, wat zei de heer Klaver? Mijn beleid zou niet deugen? Nou, dan kan de heer Klaver zijn spulletjes gaan pakken. Dag, Jesse, dag, dag, dag. Waarom werkt het zo in Hong Kong? Nou, dat heeft China verzonnen. They were removed just minutes after China gave the city the power to disqualify politicians deemed to be a threat to national security. Wij importeren Chinese spulletjes, maar in Hongkong importeren ze Chinese wetgeving. En dat komt omdat het een zelfstandig staatje is binnen China. En het is misschien goed om te vertellen dat China ietsje minder democratisch is dan Hongkong. Kijk, dit is de World Democracy Index. Noorwegen is het meest democratisch, strebers. Wij staan 11e, dat is netjes. Hongkong 75e, maar China staat op plek 153. En dat is logisch, want ze hebben maar één politieke partij, geen vrije pers en ze zijn de Oeigoeren van de kaart aan het vegen. Deze week is in Hongkong dus de voltallige oppositie afgetreden. Hier zie je ze met een laatste strijdkreet. Hongkong en oil! Together we stand! Together we stand! Ja, misschien is dit wat Jaap van Dissel bedoelde met door mondkapjes gaan mensen zich minder goed aan de andere coronaregels houden. Hoe is Hongkong in deze situatie terechtgekomen? Kort verhaal, schuld van China. En daar moet ik even wat van zeggen, want China die heeft... ...in welke manier ...干涉, 包括 香港事务在内的 中国内政. Ja, oké. Nou, dit is Wang Wenbin, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Of eigenlijk minister van Buitenlanders bemoeien niet met onze zaken. Maar ik wil toch even snappen hoe het zit. Kijk, Hongkong ligt in het zuidoosten van China. Het bestaat uit, even kijken, 263 eilanden en een stuk van het Chinese vasteland. En dat was lange tijd onderdeel van het Britse Rijk. De Britten gebruikten Hongkong als handelshaven om aan thee uit China te komen. To get the tea they craved, the British had one thing to trade that many Chinese craved even more. Opium. De Britten die wilden zo graag thee dat ze drugs gingen verkopen om thee te scoren. Psst, psst, Pickwick mango kopen? Dankjewel, man. Hé, er staat iets op. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Oh. China wilde Hongkong terug en uiteindelijk hebben ze in 1898 afgesproken dat de Britten Hongkong nog 99 jaar mochten pachten van China. Een soort lease-constructie dus. Je kreeg jarenlang een heel gunstige bijtelling als je een stuk China leased, zeker als je er veel privé-kilometers in reed. Ik weet niet wat ik zeg, ik snap hier nooit ene kut van. Maar goed, hierdoor werd Hongkong een soort westers stukje Azië met een democratie, onafhankelijke rechtspraak, vrije pers en dubbeldekkers. In de jaren 60 was het nog steeds van de Britten en soms kwam er een of andere Britse royal een kijkje nemen samen met een cameraman. Of nou ja, cameraman, vooral een billeman. The princess from England would soon be there. No mistaking the Chinese influence. Oh, de 60s. Wel fijn dat zo'n verhaal van alle kanten wordt belicht. Nou goed, Hongkong ging dus best wel lekker, maar de tijd vliegt als je democratisch bent. En in 1997 verstreek de leasetermijn van 99 jaar en de overdracht vond plaats op 1 juli 1997. Laten we even kijken naar de feestelijkheden. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doel. Wat een rare muziekkeus. Heel raar, maar oké. Dit was de handover ceremony. Dat is trouwens een leuke film, The Handover. Waarin Britten na een avond suipen wakker worden met een tijger in de badkamer en opeens een heel stuk Azië zijn kwijtgeraakt. Een gênante film, jongen. En met het vertrek van de Britten begon een overgangsperiode van 50 jaar. Hongkong werd officieel van China, maar tot 2047 houdt Hongkong zijn democratische bestuur onder de noemer Two Girls, One Cup. Sorry, One Country, Two Systems. En
Dat leek een tijd lang goed te gaan. Er gingen zelfs mensen van NPO 3 naar Hongkong. Leihao, dat betekent hoe gaat ie in het Chinees? Want ik ben in Hongkong. Ach, reisprogramma's gaan echt als allerlaatste weer terugkomen na corona. Hoop ik. Aan de andere kant, je steekt er wel wat van op. Hongkong wordt een beetje gezien als de jonge metropool van Azië, waar het allemaal gebeurt. En dat ga ik de komende dagen allemaal meemaken. Tanghang, Limsong, Lengge, Ting Ting. Bangyang? Ken jij Bangyang? Misschien heeft die meneer er wel helemaal geen zin in, Geraldine. Heeft hij thuis gewoon een vrouw en kinderen zitten? Dat kan. Maar sinds vorig jaar is het in Hongkong ietsje minder gezellig. Want China had geen zin om tot 2047 te wachten. Dus die begonnen alvast met het invoeren van de dictatuur. Ze wilden bijvoorbeeld een uitleveringsverdrag, zodat mensen die in Hongkong de Chinese wet overtraden berecht konden worden in China. Vond de bevolking van Hongkong dat ook een goed idee? Nee. On Sunday, hundreds of thousands of people marched to the center of the city. Wat een drukte. Het lijkt wel een intelligente lockdown in Nederland. Er gingen volgens schattingen wel 2 miljoen mensen de straat op. Dat is bijna een derde van de bevolking. En soms kwamen ze ook politie tegen. Gewapend met paraplu's nemen demonstranten het op tegen de politie. Maar die verjaagt ze met pepperspray. Terecht, zegt de politie. De Twin Towers zijn ingestort. Terecht, zegt Al-Qaeda. Als je dit zo ziet, dan krijg je het idee dat de meeste Hongkongers helemaal niet bij China willen horen. En dat klopt. Kijk, in het Hongkongse parlement heb je eigenlijk 2 richtingen. Pro-China en pro-democratisch. Bij de laatste verkiezingen gingen 22 van de 40 zetels naar de pro-democraten en 18 naar het pro-China-kamp. En dan zou je denken, een meerderheid voor de democratische politici, verkiezingen gewonnen, Xi Jinping janken, helemaal prima. Maar met deze 40 zetels ben je er nog niet. Er komen namelijk nog 30 bij en die worden gekozen door bedrijven. En dat is absurd, maar het is echt waar. En die grote bedrijven die zijn meer van het geld dan van de democratie. En pro-China zijn brengt meer geld in het Alibabaatje, dus die zijn vaker pro-China. Dus zo ziet het parlement er nu uit. De pro-democraten hebben dus maar 29 zetels en het pro-China-kamp 40. Dus dan kun je wel lekker met z'n allen PvdA gaan stemmen, maar als Shell en Bakker Bart VVD kiezen, ben je nog nergens. Om een democratisch parlement te krijgen, moest Hongkong dus massaal stemmen op democratische partijen. En dat deden ze ook bij de Hongkongse districtverkiezingen van vorig jaar. Bijna 90% van Hongkong stemde voor de pro-democraten. Dus dat beloofde wat voor de landelijke verkiezingen van dit najaar. De parlementsverkiezingen van dit najaar zijn met een jaar uitgesteld. Officieel vanwege corona. Maar volgens critici is er wat anders aan de hand. Die verkiezingen zijn dus doodleuk uitgesteld. Officieel vanwege corona. Maar dat kun je altijd wel zeggen. Waarom heb jij geen condoom om? Officieel vanwege corona. Nou goed, China wilde dus een uitleveringsverdrag. Daar werd massaal tegen geprotesteerd. En dus zei de regering, oké, als jullie dat echt niet willen, trekken we die wet wel in. En in plaats daarvan voeren we een nog veel strengere wet in. De Chinese regering heeft met een omstreden veiligheidswet de grip op het veel liberalere Hongkong flink vergroot. Zelfs als je als gekozen politicus binnen de wetgevende raad van Hongkong kritiek uit op Peking, kan je volgens die veiligheidswet gearresteerd worden. En dit is dus de wet waarmee die oppositieleden deze week door de regering werden ontslagen, waarna de rest van de oppositie uit protest opstapte. Dus terwijl bij de districtverkiezingen bijna 90% van de mensen pro-democratisch stemden, zit er geen pro-democraat meer in het parlement. Het parlement is dus gewoon uitgeschakeld. En het laatste democratische redmiddel, massaal demonstreren, dat kan inmiddels ook niet meer. De Nationale Veiligheidswet. Die bestempelt de protesten als staatsgevaarlijk terrorisme. Zaken als het ondermijnen van het bestuur, samenspannen met het buitenland en nastreven van afscheiding kunnen nu bestraft worden met gevangenisstraffen van 10 jaar tot levenslang. En het erge van dit soort maatregelen is dat het werkt. Want zonder protesten is er ook geen internationale aandacht meer. Het zal de komende maanden steeds rustiger lijken in Hongkong, maar dat is niet omdat de mensen niet meer boos zijn, maar omdat China heeft gewonnen. Maar wacht, er is nog hoop. Er is nog iets wat we kunnen doen. Als we alle Europese leiders oproepen om samen een vuist te maken tegen... Dat gaan ze toch niet doen trouwens. Oh, weet je wat we doen? In 2022 zijn de Olympische Winterspelen in Peking. Wat nou als we met z'n allen niet gaan?
Nederland weigert dat Chinese feestje mee te vieren. Wij blijven ik zit te denken, dat gaat nooit gebeuren. Sport gaat altijd boven democratie. Of een hashtag. Hashtag Hongkong Stay Strong. Als jullie dat allemaal tegelijk tweeten naar... Nou, wat doet een hashtag eigenlijk helemaal? Haal maar weer weg, haal maar weg, Tom. Wacht, ik weet wat we moeten doen. Nee, dit slaat ook nergens op. Ik weet gewoon echt niet meer wat we kunnen doen. Het is triest, maar er zit niks anders op. We gaan helaas afscheid moeten nemen van de democratie in Hongkong. We gaan van 76 democratieën naar 75. En dan ga ik nu blazen. Dat is nooit leuk om te doen. Maar here we go. Tot ziens, Hongkong. En China, wij zien jullie in het Holland Heineken House. Zin in? Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag. Hoi, klik hier. Ja, iedereen weet hoe dit werkt. Dat toch? Ik kan maar beter meteen to the point komen. Ik moet een heel verhaal ophangen. Iedereen weet gewoon hoe dit werkt. Klik ergens, ja toch? Moet jij nog iets uit de keuken trouwens?